Het was een ramp vannacht. Wij hebben gewoon een spa-moment. Ah! Ze perst het eruit. Kijk in de roep. S'mores. Marshmallow. Dit is toch geweldig. Oh, Stefan, dit is de best surprise ever. Word je zo gevoerd door emoties? Stefan ziek, Libby aan het slapen, Libby ziek. Ik heb even overlegd en het is een abrupt einde van de vakantie. Ja, daar is hij dan, jongens. Welkom bij deze vakantievlog. Vakantievlog, boomhutten. Ik heb al meteen mijn boomhutten shirt aan. Maar we gaan dus natuurlijk als eerste beginnen met inpakken. En wat hebben we nodig? Allereerst, over resultaat gesproken. Tie-dye shirt. Vet, hè? Jongens, collectivebeurt.com. Dit is dus organic spul. Pastelkleurig, zacht komt het eruit in plaats van zo'n hele heftige boom. Dus, en dat vind ik echt superleuk. Met ingrediënten. Is ja. Het? Maar anyway, vakantie. Vakantievlog. Belangrijk, inpak zometeen, tactiek. Begin met het grootste, onhandigste onderdeel om dat eerst in de auto te zetten. En wat is dat bij ons? Bij ons gaat dat zijn de grote koffer waar al onze kleren in zitten. Ja. En daarna dan krijg je dingen zoals een kinderwagen en campingbeetje. Oké. De grote dingen eerst. En dan kan je de kleine dingen daaromheen ertussen proppen. Dus nu laten we even zien in een snelvaart hoe wij de auto inpakken. Hoppa. Back to the basic, jongens. Ja, alles van deze auto moet hierin en dan worden we gebracht naar ons huisje. Zijn we dan? Vakantie. Daar zijn we dan. Zo goed. Je moet weer janken. Weer janken. Dat is helemaal niet erg. Is er een ladder? Nee. Kun je hem aan naar boven? Echt? Oeh, spannend. Lekker bezig, schat. Weet je waar ik nu aan zit te denken? Nou? Moet ook nog naar boven. Onze eerste avond in de boomhut. Oh, en she dropped the keys. Moeten we die even goed uitpakken en ontpakken en settelen. Kijk eens hier. De man van mijn dromen. Hij is heerlijk aan het koken. Kijk naar dit uitzicht, jongens. Niemand hier in de buurt. We kunnen hier de hele dag naplopen. Hoor die dat naar buiten? Op de vloer? Zijn die het? Ja, dan krijgen we muizen. Oh ja. Nou ja, dat is ook met natuur, hè? Deze snoes heeft weer niet geslapen. We dachten eraan, we zijn er aan twijfelen om haar bedje beneden te houden voor de middagslaapjes. Want check die steile trap. Oh my goodness. Het is gewoon vet eng. Joehoe! Dus, en onze koffer gaat nog naar boven. Weet je wat ik zo schattig vind, jongens? Hier heb ik altijd van gedroomd. Mijn jasje. Haar jasje. Zijn jasje. Good morning, baby.
Waar is dan? Koffietje? Even proeven? Cheers. Breakfast ready. Oh, wat leuk. Ik zit allemaal alleen. Lekkers, lekkere broodjes. Hardgekookte eitjes. Een lekker... Melkie. Melkie. Super lekker. Nou, aanvallen. Ik heb honger. Die papje en die moetie, die zijn er weer. Hi. Welkom in mijn huis. Ja, leuk. Leuk dat ik zeg maar nu al op bezoek mag komen. Doei. Dit is toch het schattigste hoe je kind kan eten. Ja. Ontspannen en rustig. En Tim en Amber zijn er. Dus die eten lekker mee. En op de barbecue. Zullen we kijken? Super lekker. Dus eigenlijk sta ik wel versteld van Stefan hoe goed Libby eigenlijk slaapt. Hè? Ze slaapt gewoon wanneer wij gewoon beneden zitten. En ze hebben beneden neergelegd. Ja. Maar we pakken er ook niet elke keer meer op. Nee. We laten er ook gewoon af en toe even een beetje huilen, een beetje piepen. Ja. Ja. Maar ze doen het wel erg goed. Ja, dus ik ben helemaal tevreden. Jij doet het ook erg goed, moet ik zeggen. Mm-hmm. Jij ook. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Sunshine. Het was een ramp vannacht. Een reuzelrechte ramp vannacht. Ik probeer de kabouterhut naar beneden te komen, maar dat is toch ook wel een beetje spannend. En dan denk je, ja, hou die camera niet vast. Maar ja, ik wil even de gezelligheid filmen wat beneden gebeurt. Kijk, nou. Hier wordt lekker gegeten. Oh, we hadden twee boskabouters op bezoek. Twee vogelaars, nee, één vogelaar, één bokkenbouter. Hi Snoes! Oh, wat heeft papa met je haar gedaan? Oh! Ik heb het prettig. Ja, dat is goed voor de berg. Au. Nou, en hier is lekker opa. Wij hebben gewoon een spa-moment. Ah. Kijk nou jongens, maar kijk nou. Hou op met me! Oh! Geweldig! Stoeletjes, kaars, waar is de chocola? Ja, vergeten. Okay. Waar is de champagne? Prosecco. Ja. Oh, kijk, een douche. Oh. Het is gewoon echt fantastisch. Het is geweldig. Mooi allemaal. Handdoekenstijl. En hoppakee. Ga met die bananen. Ik vind het geweldig. Het ziet er echt uit als een jurkje van achteren. Thank you.
oude weer. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Oh, hi Eli. Oh, hi. Oh, hij reageert al op zijn naam. Je kijkt nou. Hi, Eli Jo. Dat is hem. Dat is leuk. Voor iedereen is iets de eerste keer. En de eerste keer voor Stefan vanavond is het feit... Hij is een pannenkoekenbakker! Schatje, je doet het fantastisch! Stackable pancakes with bananas. Wat is onze dochter aan het doen? Die is weg. Oh nee. Allemaal muggenbultjes op je hoofd, hè? Ja, dat ben jij. Is dat Libby? Ja, mama, hè? Zie je mama? Ja! En het is heel erg verkouden. Super veel snot uit haar neus. En ze gaat zo slapen terwijl wij hier lekker aan het bakken zijn. Eigenlijk doet ze het wel heel goed, hè, Steve? Ja, behalve hier beneden nog. Nou, maar hier beneden slapen terwijl wij gewoon bezig zijn. En ze blijft ook eigenlijk wel slapen. Dat is wel echt heel lekker. Toch? Overdag doet ze het echt goed. We hebben gewoon een neefje erbij. Ik vind het zo'n mooie naam. Hij is zo mooi. Oh, hij is zo mooi. Libby, je haren die vinden zijn echt het goede. Je hebt nu stekels. Wat heeft papa mooie haartjes gedaan na het douchen? Ze had over me heen geplast. Ja? Lekker plassen, hè? Pissie, pissie, pissie. Oh. Oh, gaat het goed? Au. Nee, de pan is heet. De pancakes van Stefan. Dus ik ben heel benieuwd hoe die smaken. Het is 7:30. Het is gewoon nog steeds 60 graden buiten. Goedemorgen. Hij is zo leuk, mijn hoed. Kijk nou, onze boomhut. We zijn echt zo verliefd op. We gaan vandaag... Van de rem. We gaan vandaag naar Maasmechelen Village. Dan gaan we even shoppen voor nieuwe schoenen. Proberend. En ons kind gaat ook mee natuurlijk. Hi Snoes. Ons kind onder de muggenbulten. Zo zielig. Hebben we zonnebrand? Hebben we alles? Zonnebrand, sleutels, baby. Ja, hebben we de baby. Niet vergeten zijn. Oké. We hebben de eerste schoentjes voor Libby gekocht. Zo leuk. Met de Nike's. Maar goed, dit is een beetje zo, ziet het er zo uit. Wat zijn we aan het kijken? Het is een beetje Disneyland Paris, maar dan met winkels. En alles in de sale. Ik heb ook een heel leuk truitje gekocht, by the way. Alright. Pizzaatje. Lipsy. Lipsy Pipsy. En een superleuk fancy restaurant. Wat is het? Hey, vind je lekker van? Helemaal niks van. Nee. Ze perst het eruit. Kijk in de broek. Kijk daar. Hey Steve. Ze heeft het er echt uitgeperst. Wat spijtig, schatje. Oh, kijk nou. Haar eerste schoentjes wanneer ze gaat lopen. Leukjes. Dit is toch te cute? Oh, Stefan, dit is de best surprise ever. Hij weet dat dit echt een van mijn favoriete dingen is om te doen. Oh, Libby, het is zo leuk! Ja! Yeah. Libby heeft zoete aardappelen met kip. En heel ongeduldig. En wij hebben een kaasplank. Dat is het fijne als je dicht in de buurt met vakantie bent bij pa en ma. Kan je even de was komen doen, hè? Joejoe! Ja, ik moet even vloggen. En ons kind is aan het kruipen. Dat heeft ze deze vakantie geleerd. Snoesje! Hoi Snoesie! Dus we gaan de was even doen en dan gaan we weer terug in de zon liggen.
We gaan even eten brengen naar Elie Joe. Kijk nou. Goedemorgen, goedemorgen. Ziek? Ziek. Ziek? Niet ziek. Ik heb een superleuk jasje bij de Zeeman gekocht. Leuke trui bij de Zeeman gekocht. Oh, hoe leuk. Dit is de Wedding Chapel. Stefan, wil je nog een keer met mij trouwen? Oh, zo graag. Vooral hier. Heel sarcastisch. Lekker mooi, hè? Superleuk. Helemaal zo de boom in geregen. Echt heel mooi. Ja. Niet knarse tanden, schat. Oh, wat vind ik dat heftig, dat knarse tanden. Vet leuke cabins hier overal. Heen en weer, op en neer. Lekker in de wandel. Op het terrein. Superleuke huisjes. Maar ja, Stefan ziek is. Libby snot. Wat moeten we nou doen? Dilemma, dilemma. Ik denk dat we maar 2 weken hier in quarantaine moeten. Officieel moet dat. In een boomhut. Maar officieel moet dat, totdat je kort vrij bent. Hij heeft 38 in. 2. Wat moeten we doen? Ik snap het gewoon niet. Maar ik ben gewoon verdrietig. Uitgerekend nu op vakantie. Ziek worden. Ik verlies de bukje toch. Ja. Het voelt gewoon een beetje unfair. Nou, ik heb even overlegd. En het is een abrupt einde van de vakantie. Maar het is oké. Okay. Maar vanaf morgen is Noord-Holland code rood voor België. En dan zouden we hier sowieso in quarantaine moeten blijven. Dus we willen liever thuis in quarantaine blijven. Want het kan goed hier niet. Dus ik ga nu de spullen inpakken. En naar huis. En we kunnen ook niet met het golfkarretje opgehaald worden vanwege dat Stefan ziek is. Ik snap het allemaal. Maar dat is nog meer kak. Want ik moet nu alles gaan tillen en alles gaan doen. Het is even kak, 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 kak. Dat was het, jongens. Soms is er niks aan te doen. En dan mag je even huilen. Daarom. Omdat... dit gewoon iets was waar ik heel erg naar uitgekeken heb. Even verwerken. Slikken. Shake it off. En dan gaan we maar weer door. Dag, 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 dag. Ga je mee met mama? Gaan we naar huis? Ben je nu in poepen? Nee. Ah, dit was het dan. Bepakt en bezakt. Onze adventure is vervroegd geëindigd. Code rood Noord-Holland. Stefan koorts. We kunnen beter naar huis gaan. In plaats van morgenochtend. Ja, daar ben ik ook gewoon klaar mee. Ja. Dus dag huisje. Het was een super toffe vakantie. Wat hebben wij genoten, zeg. Wauw. Laten we gaan lopen, want het is vermoeiend. Alles in onze hand. Dag Bomet. You've been good to us. You've been good to us. Nou, eigenlijk is het wel inderdaad mooi, Steve. Want als morgen code rood is voor Noord-Holland, dan hadden we, toen de week eerder was, hadden we niet eens op vakantie kunnen gaan. Oh, hey. Joh. Kijk, wat een vette ervaring waar ook rijker zijn. Als je daarover nadenkt, mooie ervaring. Momenten. Je kijkt alleen al dit filmpje. Ja. Libby lekker slapen, wij naar huis. Vioom. Doei! Hoezo? Die half naakt. Like en subscribe en belletje aan. Dit was de vlog. Zeg maar dag met je handje.
vannacht. Geen muggen, niks. Geen... Ah, ik word gepakt. Ja. Toch. Doei, lieve schatjes. Schatte patatjes. Dat was hem dan weer. Onze vakantie. Tot volgende week. Tot volgende week.